Voor Tony Segers is oktober, wat zaaigoed betreft, gewoonlijk een topmaand. Deze morgen levert hij weer een lading van honderden kilo's eikels af aan een boomkweker. Eikels die niet makkelijk verkregen zijn. Nee, zeker niet dit jaar. Dit jaar verrijden gewoon. Het hele land overal eikels ophalen. Dus. Als in de herfst de bladeren vallen, komt ook de handelswaar van Segers van de bomen. Handelswaar die in een normale herfst ruimschoots voorradig is. Maar die dit jaar schaars is. Ja, het is bijna niks. Beukenoten zijn helemaal niet dit jaar. Walnoten ook stukken minder als andere jaren. Heeft u nog enig idee hoe dat komt? Nou, ze zeggen van de vos, maar ik weet het niet. Ja, het is natuur. Weet je, niet Vorig jaar waren er heel veel beukennoten, heel veel eikels. Nou, dit jaar is gewoon nou, beukennoten dan helemaal niks meer. Ook in het buurtschap 3 bij Speult in het bos van de Dansende Bomen is het tekort aan eikels en beukennoten goed te merken. Nou, hier vind je ze dus, die beukennoten. Dit is het het bloeisel. En je, je ziet eigenlijk al, er zit helemaal niks in. Ja, dat is eigenlijk in het hele speelderingspriel, de bos is geen beukennoot te vinden. De verklaring is simpel volgens de boswachter. Het is gewoon een cyclus, de natuur. Om de zoveel jaren geven de bomen gewoon weinig vruchten. En als er dan ook nog eens een strenge vorst is geweest, dan kan het helemaal weinig zijn. En dat wordt het hardst gevoeld door de wilde zwijnen. Want die moeten zich in deze tijd vet eten voor de winter. Dat betekent dat er natuurlijke sterfte zal plaatsvinden. En dat zorgt er gewoon voor dat, dat de zeugen, de vrouwtjes minder biggen krijgen in het voorjaar. Maar ook de wandelaars in het bos merken dat er weinig te rapen valt. En een teleurgestelde wandelaar schroomt niet om de telefoon te pakken en bij de boswachter zijn beklag te doen. Dan zeg ik van nou dat zal niet, dat zal niet meevallen, want er zijn weinig beukennoten en eikels dit jaar. En dan zeg ik altijd maar van ja, dat is de natuur.